Echt mooi tegen een witte achtergrond staat. Voilà, ik heb de eerste gedaan. Dit is het resultaat. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Finn wordt deze week 2 jaar. Mijn kleine baby wordt gewoon 2 jaar. En ik ga jullie deze week meenemen in alle voorbereidingen en alle leukigheid die dat zo'n verjaardag met zich meebrengt. Ik heb zelf best wel wat met verjaardag. Ik vind dat heel leuk om daar aandacht aan te besteden. En om daar ook gewoon leuk groot mee uit te pakken. Ik heb daar als kind ook heel fijne herinneringen aan. Dus ik hoop die aan Finn ook te kunnen meegeven. Dus voilà, deze week lekker aan de slag met zijn verjaardag. En ik ga alles mooi versieren weer. En treats maken voor op de crèche om uit te delen. Het thema van dit jaar wordt Too Fast. Autothema. Finn is helemaal zot van auto's. En ik kwam dat tegen op Pinterest. Too Fast. Snap je? Too Fast, Too Fast, Too Fast. Helemaal leuk. Doordenker. En het vond ik echt helemaal gepast. Dus ik heb daar allemaal leuke decoraties voor in huis gehaald. En al, het is nu dinsdagavond. Hij is donderdagjarig. En ik ga vanavond al eens aan de slag met de tractaties voor de crèche. Ik heb daar vanavond rustig de tijd voor. Ik ga daar met mijn Cricut iets leuks voor knutselen. Ik had een ideetje gespot op Pinterest. En ik heb daar alles voor in huis gehaald. En ik moet daar dan zelf wel nog even iets voor personalizen. Dus ik had dat gezien op Pinterest en dan dacht ik, ik ga dat personalizen met mijn Cricut. Ik heb dat helemaal in mijn hoofd. Ik ga dat helemaal leuk doen. Dus daar ga ik als eerste mee aan de slag. Oké, ik neem jullie gelijk mee naar de Cricut Design Space. Dat is eigenlijk het gratis programma dat je kan downloaden als je een Cricut aankoopt. Of dat je moet downloaden eigenlijk. Daarin maak je al je ontwerpjes. En ik krijg daar dus echt wel vaak vragen over van, hoe werkt dat? Hoe maak je dat? Is dat gemakkelijk om mee te werken? Ja, dat is echt heel gemakkelijk om mee te werken. Maar sommige dingen moet je gewoon even uitvinden. Net zoals een tool die ik de laatste tijd heel veel aan het gebruiken ben. Maar dat echt wel even heeft geduurd eer dat ik het wist dat het bestond. Dus mijn idee is om eigenlijk een soort hoesjes te gaan maken voor individueel verpakte peperkoekjes. En daarvoor heb ik dus het pakje peperkoek gemeten. En dat is dan ook het zwarte vlak dat je kan zien. En ik ga daar een soort autobaan op maken, een straat. Dus dat zijn zeg maar de witte markeringen op de straat. En ik ben daar vierkantjes op vierkantjes aan het zetten. Dus ik gebruik daar vormen voor. Dus ik heb een vierkant in een bepaalde andere afmeting gezet. En daar hebben we dan ook andere kleine vormpjes ingezet. Maar het ding is dat als ik dit zo zou laten en het zou laten uitsnijden, dan herkent mijn Cricut of het programma enkel de grote buitenzijde van de rechthoek en niet de kleine vormpjes aan de binnenkant. En een gemakkelijke manier om dat te doen is door die te gaan opsplitsen. Dat zie je rechtsonder in mijn beeldscherm, rechtsonder waar ik nu klik. En dat doe je eigenlijk door de twee vlakken te selecteren. Dus het grote grijze vak en een van de kleine witte vlakjes. En dan gaat hij eigenlijk precies uitsnijden waar dat klein wit streepje zit. En dat is dus echt een van de handigste dingen die ik heb uitgevonden in Cricut Design Space. Dat is zo handig. En dan kan je dus gewoon gemakkelijk, zoals ik nu daar doe, mijn vormpje eruit halen. Ik had gezien dat ik er eentje niet heel goed had gedaan. Dan moest ik het even opnieuw doen. Het is in het begin wel echt eventjes oefenen. En voor mij was dat ook wel echt even oefenen in het begin, Cricut Design Space. Maar hoe meer dat je ermee werkt en hoe meer verschillende projectjes dat je doet, ja, hoe meer dat je eraan ontdekt. En het is wel echt ook een heel gemakkelijk programma om mee te starten. Dat is echt, ja, dat is gewoon heel gemakkelijk. Dan heb ik er ook wat tekst opgezet. En die wilde ik ook gaan uitsnijden. Dat is het mooiste. Mijn idee was om in dezelfde vorm als een lange grote rechthoek een wit papiertje te steken. Dus dat de uitsnijdingen, uitgesneden stukjes, er helemaal mooi uitspringen. Dus voilà, dat is deze. En dan, als hij helemaal klaar is, heb ik hem gekopieerd. 3 keer. Omdat er op een A4 papier waar ik op ga uitsnijden, 3 labels passen. En die heb ik dan gelijk echt zo neergezet. Alles lassen. En dan ben je klaar om het klaar te zetten in je Cricut. Voilà. Zo gaat hij het dus allemaal uitsnijden.
Oké, here we go. Ik ga het proberen. Ik heb het papier echt helemaal mooi langs de juiste rand geplakt op de gripmat. Maar aangezien er twee hoesjes echt wel dicht tegen elkaar staan en ik echt zoveel mogelijk uit één bad wil halen, denk ik dat dit de beste manier gaat zijn om het te doen. Dus ik heb mijn materiaal ingesteld op light cardstock. Ik denk dat dat beter gaat zijn. Ik hoop dat dat niet te harsh gaat zijn, maar we gaan zien wat het resultaat gaat zijn. Ik ben hier in dezelfde maat nu ook de achterkantjes aan het uitsnijden. Het is dan de bedoeling dat dat daar dan opkomt, dat dat zo echt mooi tegen een witte achtergrond staat. Dat ben ik nu aan het doen, gewoon uit wit, dun wit printerpapier, zodat dat echt wel mooi mee de lijnen vormt. Ik heb al mijn onderdeeltjes voor de treats erbij gehaald. Dus als treat zelf heb ik deze gehaald. Het zijn allemaal kindjes boven de 1 jaar. Dat bedacht ik mij pas trouwens na de honingkoek. Maar gelukkig zijn het allemaal kindjes boven de 1 jaar waarin dat ik ga uitdelen. Dus honing is geen probleem. En dat zijn allemaal zo dit soort pakjes. Dan heb ik hier mijn kaartjes, mijn uitgesneden kaartjes. Ik vind 2 jaar en dit is dan de weg die dat moet voorstellen. En dan heb ik daar mijn witte achterkantjes voor erbij gepakt. En dan heb ik allemaal setjes met autootjes. Die ga ik wel opdelen. Hè. Dus het wordt 1 autootje per pakje. Deze. En dan het mandje waar ik de treats van vorig jaar in had zitten. Gewoon zelfs nog, de strikken hangen er zelfs nog aan van vorig jaar. Die ga ik gewoon lekker hergebruiken. En ik heb wel echt 5 sets aan verschillende autootjes. Dat vond ik wel leuk. Ik denk dat dat wel tof gaat zijn in de mand ook. Kijk, politie setje. En dan hier jeeps. En dan nog wat kleinere autootjes en zo. Dus helemaal tof. Iedereen krijgt een leuke auto en een lekker pakje met honingkoek, met peperkoek. Dus de 2 plakjes in per pakje. Wel, deze. Zo, dat wordt dat. Dus ik ga nu als volgende stap hier allemaal de achterkantjes aanplakken met gewoon een simpele glue stick. En dan mijn lijmpistool ligt hier al klaar. Ga ik alles helemaal samenstellen. Ik heb de eerste gedaan. Dit is het resultaat. Echt kei leuk. Mijn idee komt echt helemaal tot leven. Ik vind het super cute. Zo, voilà. Dat is nummer 1. Nog 19 te gaan. Thank you.
Kijk hoe cute al. Massie. Het is echt zo leuk gelukt. En de auto rijdt dan langs het weggetje. Het zijn allemaal andere autootjes. Echt mega tof vind ik het gelukt. Ik ben echt heel blij met het resultaat. En dat die Cricut ook allemaal zo mooi uitsnijdt, ziet dat er ook super professioneel uit. Wat ik wel zelf heb gedaan is bij de A telkens zelf 2 stipjes bijgeschreven. Of bijgetekend. Die 2 stipjes, zeg maar hier in het cirkeltje van de A, die heb ik er zelf bijgetekend. Aangezien ik het niet zag zitten om... Dat is elke keer een aparte uitsnijding dat hij maakt. En ik zag het niet zitten om 2 keer, 20 keer zo'n mini-stipje te plakken. Dus ik heb met deze, ook zo een pennetje van Cricut, een 0,4 tip, heb ik zo telkens zo 2 kleine cirkeltjes getekend daar. Kijk, valt niet op, hè? In de A's. Oh, nee, ik al. Nee. Dus als je het weet, zou ik het zo niet zeggen. Dus voilà. Ik ga dat hier nog een beetje leuk arrangeren in zijn mandje. En dan voor de begeleidsters halen wij een bon van een restaurant, want ik zag dat andere ouders dat ook gedaan hebben en ik denk dat zij bonnen aan het verzamelen zijn om allemaal samen eens te gaan eten in de restaurant. Dus ik denk dat dat wel het leukste is om dan een beetje toe te voegen aan hun eetbudget. Het is ondertussen dinsdag en ik ga vanmiddag aan de slag met de verjaardagstaart voor morgen. Nee, het is woensdag. Wat zeg ik nu? Het is woensdag. Ik ben helemaal in de war met de dagen. Echt niet normaal. Ik heb pas weekend gewerkt en ook maandag en dinsdag en ik ben helemaal in de war daardoor. Dus het is woensdag. Findy is bij mij thuis. Die is aan het slapen, die is aan het tutten. Dus ik hoop dat ik genoeg de tijd heb om zijn taart te gaan maken. Ik ga aan de slag met een strawberry shortcake dit jaar. Heel benieuwd naar. Ik wilde iets met fruit. Ik wilde iets luchtig, iets licht. En we hadden van het weekend de eerste aardbeidjes is geproefd. En die waren zo lekker. Dus ik dacht, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik ga een strawberry shortcake maken. Nog nooit gemaakt. Risky, maar we gaan zien. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Oké, het is de eerste keer dat ik op deze manier een cake moet maken, maar ik volg het recept gewoon netjes. Ik moet de eieren en de suiker boven een bain-marie opwarmen tot een bepaalde temperatuur. Maar ik heb het altijd idee dat hier al aan het schiften is. Wacht, gaat dat hier te rap? Ja, nee, dat ziet er wel oké uit. Oké, ik heb er redelijk wat water uit gedaan. Dus ik moet op bain-marie dit opwarmen tot een bepaalde temperatuur. Af en toe is goed roeren. Boter is gesmolten ook. Die is warm gehouden. En ik mag dus mijn bakvorm niet invetten. Enkel bakpapier op de onderkant. Maar ik mag dus op de zijkanten niks doen van vet. Speciaal. De cake zit in de oven. Ik ben daar wel nog iets mee bezig geweest. Amai, dat was echt een van de meest culinair-achtige kookkunstcaken die ik ooit heb moeten bakken. Echt met zo een beetje deeg eruit. Gesmolten boter erbij. Weer erdoor doen. Ik ben benieuwd of ik het gedaan ga hebben zoals het moest. En ik ga nu een strawberry simple syrup maken. Die moet 35 minuutjes bakken. Dus voilà, dan heb ik daar nog mooi even de tijd voor. En die is nog altijd niet wakker, dus ik ga het snel allemaal in een pan gooien. En hopelijk kan dat nog. Oké, het is ondertussen 3 uur. Finn is net wakker geworden en er is in de tussentijd nog van alles gebeurd. Ik heb mijn cake uit de oven gehaald en kijk hoe klein. Het is letterlijk een vinger dik. Dus die is totaal niet gerezen. Echt. Dus ik ben in allerijl een ander recept gaan beginnen zoeken. En de eerste van de 2 cakes die zit nu in de oven. Dus ik ben benieuwd. Dus ik hoop dat het lekker gaat zijn. Ik ga wel zo het recept voor de vulling en alles nog volgen van die eerste. Maar ja, dan die heel ingewikkelde cake. Is dus duidelijk niet aan mij besteed. Dus ja, dat was even... een klein setbackje, maar Finn heeft mega lang geslapen.
Dus ik ga die nu halen en die mag lekker iets eten, want die was daarnet te moe om te eten. Dus voilà, ik ga hem niet langer laten liepen. De tweede cake of het tweede recept is wel goed gelukt. Ik heb hier de eerste al ingepakt. Het was eigenlijk mijn plan om hem vandaag al helemaal te maken. Maar dat gaat er gewoon niet meer in zitten. Dat is nu afgekoeld en ik ga die even goed inpakken. En we hebben morgen echt nog wel tijd om het gemakje te versieren. Het is ook geen individuele versiering. De simple syrup staat klaar. Die is mooi afgekoeld ook. Dus dat staat ook klaar voor morgen. En verder is het morgen gewoon eigenlijk met slagroom en aardbeien helemaal afwerken. We hebben Finn net in zijn bedje gelegd en ik ga al een beetje aan de slag met de decoratie voor morgen. We gaan straks na het eten samen het meeste wel doen. Maar ik ga er nu al even aan beginnen terwijl Zoe aan het eten bezig is. Om een banner zelf te maken. En die ga ik ook alvast maken met mijn Cricut. Maar dat ga ik dan nu gelijk al even doen. En ik zal jullie straks alle goodies laten zien die ik in huis gehaald heb voor Birthday Boy. Kei leuk, heel veel zin in. Daar gaan we lettertjes uitsnijden. Ik had dus zo een banner. Een Happy New Year banner en die is eigenlijk exact in de vorm van de banner die ik wilde gaan maken, van die puntjes. Ja, de tekst is natuurlijk niet zo handig, maar de achterkant is dus gewoon leeg. Dus ik ga daar lettertjes op maken die daar voor dit feestje van toepassing zijn. En dan met nieuwjaar kunnen we die gewoon lekker omdraaien en opnieuw gebruiken. Banner voor dit jaar is gemaakt. Kei leuk. Too fast. Yay, helemaal leuk. Dus ik heb eens even het zakje erbij gehaald met alle decootjes die ik voorzien had voor morgen. Zoals ik al zei, het thema wordt too fast. Dus autothema, aangezien dat echt helemaal zot is van auto's. En ik heb hier alles gevonden bij Party deco dit jaar. Net zoals vorig jaar. Daar had ik toen ook al mijn deco's gevonden voor ons safari thema. En ik heb mij vooral gebaseerd op de kleuren van deze collectie. Dat is een super mooi feestmerk. En die hebben ook verkleedkleren en zo voor kindjes. Echt heel mooi. Merry Merry. En dat is een pak met bordjes in deze kleurtjes allemaal. En allemaal in racecar team. Ik heb zo twee pakjes gekocht. Aangezien dat wij over verschillende dagen volk gaan hebben en dan kan ik wel wat bordjes voorzien. En ik wil er ook een aantal echt als decoratie gebruiken. Niet alleen echt om van te eten. En dan van dezelfde collectie de servietjes. Dus ook weer twee pakjes race car servietjes. En dan van het merk van Party Deco zelf heb ik zo'n folieballon ook in een race car gevonden. Zij hebben zelf ook een eigen merk met een aantal dingen. Deze ga ik niet vullen met helium, maar het is de bedoeling dat die onderdeel wordt van de ballonnenboog. Ook nog bij Party Deco een lichtblauwe tafelloper. Aangezien dat ook weer mooi terugkomt in dat bordje. Dat vond ik nog wel een leuke om ze nog wel een extra touch te geven. En dan deze cups van Ginger Ray ook weer allemaal in dezelfde kleurtjes. En dan zat die banner daar ook bij. En dan heb ik dus de ballonnenboog, zoals jullie kunnen zien, ook weer echt exact in die kleurtjes. En een folieballon in de nummer 2, in het zwart. En in dit pak zitten dus ook nog zo van die racecar-achtige dingen. En dan van Party Deco heb ik ook nog een aantal cake stands. Zo van die verhogingen om je cakes op te zetten. Om de tafel mooi te dekken voor de cake voor morgen. Dus ik denk dat wij als eerste aan de slag gaan met de ballonnenboog. Dat is
Dat gaat het meeste werk zijn. Ik ga onze verjaardagsdoos er eens bij pakken. Daar zit, als het goed is, nog een manueel ballonnenpompje in. En dan kunnen wij ballonnen opblazen. Ballonnenboog gaat omhoog. Mag wel lager, hè? Lager. Ja, zoiets. Ja, dat is goed. Tada! Dit is het uiteindelijk geworden qua hoofddecoratie. Ik heb zijn grote autoballon daar dan onder opgeplakt, zodat hij zo mooi blijft zweven. Zijn grote twee heb ik daar neergezet op de barcard. Ik heb daar gewoon de tafel leeggemaakt en dan zo'n linnen tafellakentje, tafellopertje neergezet. Maar ik vind, er mist hier zo nog iets. Misschien dat ik zo hier nog iets ga zetten. En dan bij zijn ontbijttafeltje. We gaan de stoel wel verplaatsen naar het midden als er taart gegeten wordt. Maar ja, ik denk dat hij 's morgens wel... Ga willen kijken naar alles, dus dat laten we nog even hier staan. Met het boekje dat ik vorig jaar eens gevonden had bij Kruidvat, Fien is jarig. En dan zijn kroon van Lieselijn. En ik heb daar nu dit jaar de twee opgezet. Oh. Ik ga ook alvast de cake stand neerzetten. Die is ook zo black and white. En dat deed mij zo heel erg denken aan die ballonnetjes daar. Dus die ga ik hier ook al neerzetten. Ik heb er al twee houten autootjes bij gepakt van hem. Ik zal ook nog wel bij de kleuren passen. Dit is hem, Topi Tree Large van Oyoy. Heel mooi en mat afgewerkt ook. Echt, ja, van binnen is hij geglazuurd en langs de buitenkant is dat zo wat iets ruwer. Maar ik vind dat er heel mooi bij staat. En zijn pakje moeten we nog inpakken. En dan had ik deze in de kringloop nog gevonden. Een Junior Colorino. En dat zag er me wel echt heel leuk uit. Die was helemaal compleet. Hij is helemaal in tonijntje tegenwoordig. Dus qua boekjes, qua tv, alles nijntje. En dat is zo een doorschijnende plaat, een doorzichtige plaat, waar je dan een gekleurde tekening achter steekt. En er zijn er verschillende. En dan moeten ze de juiste kleurstipjes op het juiste rondje steken. Dus dat vond ik wel een hele leuke. Dat staat ook op 2+. Dat is echt right on time. Dus die gaan we zo nog eventjes inpakken. Er is iemand jarig. Je bent jarig. Een auto, kijk. Een grote auto en ballonnen. Je wordt 2 jaar. Hola. Dat zijn ballonnen, wil je eens gaan kijken? Wauw, fijn. Wow. Nog ballonnen. Vind je het mooi? Is het mooi? Kijk hier. Het is een kroon. 2 jaartjes vandaag. Yeah. Cadeautjes? Wil je cadeautjes openmaken? Ja. Oké, okay, dat is goed. Mooi, Fien. Een spelletje van Nijntje. Een Nijntje spelletje. Wow. Sta.
Hallo, hallo. Wij zijn vanmorgen afgezakt richting Plankendaal. Zoe heeft ook lekker een dagje vrij aangevraagd voor vandaag, voor de verjaardag van Fien. Aangezien dat toch wel de laatste keer gaat zijn dat we hem kunnen thuishouden op zijn verjaardag. Vanaf volgend jaar gaat hij naar school. Dus dan gaat hij dat ook keileuk vinden om op school te kunnen trakteren en zo. Dus we wilden nog wel van de gelegenheid gebruik maken om het echt uitermate uitgebreid te vieren. Oela, amai, daar komt een grote kameel aan. En we zijn lekker in het zonnetje aan het wandelen. We zijn goed vroeg gekomen, aangezien... aangezien dat wij een uur vroeger mogen komen. Er zijn allemaal kamelen geluidjes aan het maken. Je hebt wel kwijt aan de mond, of niet? Amai. Kijk, het staat hier wel schattig. Ja? Ik ben niet zo'n vissenmens. Ik maak zo'n leuk lawaai. Boe. Nee. Dit gehoord vinden was echt een kameel. Boe. Oh kijk, die ene heeft zo van die slappe bultjes. Maar er is een uitleg aan de andere kant waarom dat dat is. Oh, ja, dat is. Ja, nog visjes. Maar dat zijn er veel, Fien. Ja? Dus voilà, er staat nu niks mega spectaculairs op de planning vandaag. Maar gewoon genieten van het samen zijn en de gelegenheid aangrijpen om het gezellig te maken. Fien is aan het slapen en ik ga verder met de taart. Ik ga de taart in laagjes snijden, de cake. Ik ga hem vullen en klaarzetten voor vanmiddag. Ik heb mijn slagroom gemaakt voor de vulling en ik heb daar een beetje vanille-extract en wat vanillesuiker bij gedaan. In het originele recept zeiden ze poedersuiker, maar ik denk dat dat te veel gaat doorsmaken. Dus ik heb het zo wat op smaak gebracht. Ik heb mijn aardbeidjes erbij gepakt. Echt, die zien er mega mooi uit. En ik ga de simple syrup als eerste al even daarover doen. Die is echt zo super mooi. Ik wil dat zien, roze geworden. Van de aardbeien, daar hebben we 3 aardbeien mee ingezet als ik dat aan het maken was. En dat zorgt ervoor dat de cake mega moist blijft. En je moet daar echt geen schrik voor hebben om dat te gebruiken. Ik dacht altijd, oh nee, ik doe veel te veel. Maar dat, je cake gaat echt niet nat zijn ofzo. Je gaat dat helemaal opnemen. Voilà, de taart staat in de koelkast en het ziet er een beetje, moet ik het zeggen, homemade uit, maar ik ga het loslaten. Ik vind het leuk zo, ik ga me ook niet verder afwerken, het is de bedoeling echt wel dat je de laagjes ziet. En ik heb dus nog een laagje over, aangezien dat dat wel echt te veel werd. En dat bedacht ik pas als ik deze cake had gedaan, anders had ik misschien gewoon echt van dezelfde cake gestapeld, dan had het er misschien mooier uitgezien. Maar ik ga het loslaten. It's okay. It's homemade. Ik ga deze invriezen. En ik bedenk me juist dat ik op mijn tweede laag simple syrup ben vergeten. Oei. Nee. De perfectionist in mij vindt dat echt heel erg, maar ik ga het loslaten. Ik ga het loslaten. Het is homemade. Het is sowieso lekker. Ik weet dat dat erin zit. En ik ga alleen maar denken aan het feit dat ik zelf een taart gemaakt heb. En niet of dat die er perfect uitzag.
Toch? Zeker. Ik hoop het. Oh, stout. En die krijgt vanzelf een aardbei. Again. In de keuken. Findy was gisteren jarig en we hebben het mega, mega fijn gehad. Ik heb ook via Instagram heel veel felicitaties gehad voor hem. Waarvoor dank. Het is echt zo'n gek en leuk idee om te weten of om te bedenken dat jullie al vanaf de start erbij zijn en dat jullie alles zo aan mee kunnen volgen. Het is gewoon al 2 jaar en 2 jaar. Ja, ik weet niet. Zijn er toch al heel veel mensen onder jullie die het allemaal volgen hier? We hebben echt een mega gezellige dag gehad. In de voormiddag zijn we naar Plankendaal geweest. En in de namiddag hebben we het nog gevierd met taart en nog wat cadeautjes. Dus het is echt helemaal gezellig. En van het weekend komen er nog een paar mensen. Onder andere een aantal vriendinnen van mij die zo wat aangesteld zijn als zijn tantes. Ik heb het al eerder gezegd, Zoe en ik zijn alle twee enigst kind. Dus Finn heeft geen ooms of tantes of geen neven of nichtjes daarvoor. Dus we hebben zo wel gevraagd aan een aantal goede dichtbijzijnde vrienden van ons om een beetje die rol op hun te nemen. En met zijn verjaardag nodigen wij hun dan ook altijd uit. Ik ga daar vandaag nog een taart voor bakken. En ik ga niet dezelfde taart maken als dat ik gisteren gedaan heb. Maar ik ga een key lime pie maken. Dat is iets dat ik heel gemakkelijk op voorhand kan doen ook. En dat ik morgen gewoon gemakkelijk kan serveren. Dat is ook iets dat je goed koud moet serveren. Dus dat gaat gewoon straks de koelkast in. En dat is dan helemaal klaar daarvoor. Dus ik ga er eens even alles bij pakken. Ik weet dat ik hier al in heb staan. Namelijk gecondenseerde melk. Dat is een recept dat ik echt al mega lang geleden gevonden heb. En ik heb dat eigenlijk door de jaren heen zo een klein beetje aangepast. Naar onze smaken en onze meer Europese standaarden en smaken. En eigenlijk om terug te komen. Ik dacht, jullie houden altijd wel van kookdingen en zo. Dus ik ga de video afsluiten dan ook nog met een portie koken en samen bakken en zo. Dus ik ga er limoentjes bij pakken. Ik heb ongeveer een, wat is het? 3/4 of een cup. Ongeveer 150 milliliter. En als je die al zo een beetje op voorhand rolt, dan, ik weet niet, dan krijg je daar uiteindelijk meer sap uit. Dus dat ga ik al doen. Ik heb er al een paar liggen. Ik ga er al eens even een taartvorm bij pakken. Ik heb deze. Zo, ik ga misschien iets verder zetten. Dan kunnen jullie wat meer van het werkblad zien. Even kijken, hè. Is dat beter? Nu is er een tak voor het scherm. Het zou weer al typisch zijn dat ik dat dan niet zie en dat ik dat dan pas zie tijdens het bewerken. Een mondje erbij. Goed. En dan moeten we dat eigenlijk allemaal tot een soort poeder verwerken, want dat moet allemaal straks goed in die vorm geduwd kunnen worden. Gaat misschien groot zijn. Wat gaat er groot zijn? We gaan geen te grote kom wel maken. Zo, ik ga die dingen verkruimelen. Daar nog een brokje in zit, dat kan niet kwaad. Ik heb deze trouwens al eerder gemaakt op video, geloof ik zelfs. Dus ik zal die video en de recept wel even hieronder linken. No worries. En dan moet daar nog 90 gram bij. Dan heb ik wat boter nodig. En die moet gesmolten worden. Ik ga even kijken. Zo, en dan moet er ook een beetje zout bij. Het is altijd lekker om het zoet te balanceren als je een klein beetje zout door iets heen doet. Dat vind ik toch altijd. Ik vind altijd goed als het zo aan. Als iets heel zoet is, om dat dan
toch zo wat een zoutige touch door te doen. De oven even opzetten. Ik heb mijn boter gemengd door de koekjes samen met zout. En dan ga ik even goed neerdrukken in mijn vorm. Zo, mijn bakvorm erbij. En ik heb bij zo'n dingen altijd wel graag een iets dikkere korst. Ik ben wel graag ik eet graag zo de deeg en de koekjes en de dingen en zo. Dus dat was persoonlijke smaak. Als je graag wat minder korst hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Ook zo horentjes van ijsjes. Je hebt goede horentjes en je hebt vieze horentjes, maar zo de goede horentjes. Ik snap niet dat mensen dat weggooien of dat mensen een ijsje in een potje vragen. I would never. En dan ga ik aan de slag met de limoentjes. Ik ga daar even een handdoek voor neerleggen. Gewoon om ons tablet een beetje te beschermen. Het is nogal een gevoelig tabletje. En daar heb ik dus 150 ml van nodig. Ik ga dat gewoon op mijn weegschaal zetten. En dan zullen we wel zien wat dat geeft. Onze Fien die wonen al 2 jaar. Ik kan gewoon echt niet geloven dat ik al 2 jaar een kind heb. Gewoon, wat? Dat is echt zo gek om te bedenken. Ik weet niet, dat is, ja, ik denk dat andere ouders me het wel zullen beamen dat dat... We zeiden ook laatst van, wat hebben wij hiervoor altijd gedaan? Wat deden wij hiervoor altijd? Maar het is zo leuk en elke fase wordt gewoon leuker. Ik dacht altijd, dat ik zo de newborn fase het leukste ging vinden. En ik kon me zo niet inbeelden dat mensen zeiden van, het wordt alleen maar leuker en leuker. Maar dat is wel echt zo, om hem te zien ontwikkelen. En om hem, ik weet niet, alles te zien ontdekken en te leren. Dat is echt super tof. En ik moest nu laatst op controle met hem bij Kind en Gezin, bij het consultatiebureau. Alles helemaal goedgekeurd. Hij doet het echt super goed. We moeten alleen een afspraak maken bij de NKO-arts of de KNO-arts. Ik wist het daar in België en Nederland anders wordt uitgesproken. De neus, keel, oordokter. Omdat er kans is dat hij een grote neuspolypen heeft. En ik had er al wat over opzoeken. En inderdaad, als ik dat zo lees op internet, dan denk ik wel van, oh ja, dat zou inderdaad wel echt kunnen. Vind die snurkt nogal. En we hadden dat al gezien van bij de geboorte. Dat zeiden zo en ik altijd al van, amai, dat is nogal een varkentje. En dat het precies zo wat, ik weet niet, zijn neusholtes zo precies wat kleiner waren ofzo. En ik weet dat dat nu niks met elkaar te maken heeft. Maar inderdaad, als ik het zo lees op internet, lijkt me dat wel een mogelijkheid. Dus dat gaan we eens laten onderzoeken door een gespecialiseerde arts. Maar dus als er ouders zijn die ervaring hebben bij het verwijderen van de neuspolypjes, bij zo van die kleintjes, dan hoor ik het graag. Want ik vind het wel spannend dat dat, moest dat eventueel gebeuren, maar ja, ik weet niet. Als ik het zo lees, dan denk ik het toch wel. Het is zo, ook sinds dat ze dat gezegd heeft, van ga maar eens langs bij de NKO-arts. Let ik er ook zo heel de tijd op. En dan denk ik, ja, dat gaat het gewoon echt zijn. Want hij ademt ook heel veel met zijn mond open. En dat is iets dat is mij nooit echt opgevallen. Hij heeft heel veel verkoudheden, heel veel snottenbellen altijd. En ik dacht altijd, ja, dat is gewoon eigen aan kleine kindjes. Maar ja, dat kan dus blijkbaar wel nog een verdere oorzaak hebben. Onze citruspers is toch al even geleden gesneuveld. Het hand wat afgebroken. En sindsdien hebben we eigenlijk die niet meer vervangen. We hadden daar zo eentje meegenomen uit Amerika. We hebben die eigenlijk nooit echt vervangen. Dat zijn best wel grote tools. En ik heb dan toch geen zin om dat dan in mijn laad te hebben liggen. Maar als ik nu bezig ben, dan denk ik, het zou toch wel handig zijn. Want amai. De oven is ondertussen opgewarmd. En de taartbodem moet voor een tiental minuutjes bakken. Voilà, het is exact 2 uur, dus die mag 10 à 2. En ik heb dan nog de zest nodig van een limoen. En ik ga daar proberen gewoon de zest van te nemen van degene dat ik heb uitgeknepen. Zo, ook absoluut niet mijn favoriete taak. De volgende stap is 6 eigelen in de mixer. Hoef je natuurlijk niet te doen met een standmixer. Met een handmixer gaat dat even goed. En dan de limoenzesten moet hier ook al bij.
Je hebt gecondenseerde melk toegevoegd. Ik ga even de zijkanten van de kom losmaken. En dan moet dit nog eens 5 minuutjes op een hoge stand goed fluffy worden. Dan ga ik de snelheid van de mixer wat trager zetten. En dan kan de limoensap erbij. En dit is trouwens zoiets favoriete taart. Ever. Ik geef hem geen ongelijk. Ik kom er liggen. Zo. En dan gaat dat voor 10 minuutjes, denk ik, ongeveer. 15 minuutjes de oven in. And you better know. I will lick the spoon. Zeg maar, het is een paar uur verder. De taart is afgebakken, helemaal afgekoeld, helemaal volledig afgekoeld. En die heeft, ik denk zelfs 2 uurtjes in de koelkast gestaan. Ik heb even een trui aangedaan, want het werd een beetje fris. En ik heb hier goed wat slagroom opgeklopt. En ik ga daar nog een klein beetje vanille-extract door doen. Voilà, met zelfgemaakte vanille-extract. Daar zal ik een heel klein beetje aan door doen. Gewoon voor zo'n klein extra. Ik weet niet, een klein extra inkje. Hallo! Mama, kijk eens. Dag, schildeboel! Heb jij een mooie kroon gekregen? Wow! Wauw! Een mooie verjaardagskroon. Dat is een taart van morgen. Morgen, voor jouw verjaardag nog eens te vieren. En daarna gaan we nog eens. Wat staat daarop? Vin. Visjes. En een vogeltje. Zeg. En nu nog twee. En nu haai. Een haai. Een favoriete haai. En een kipje. En een mooie kroon heb jij gekregen. Mama. Ja, wat is dat? Een vogeltje. Mama. En wat nog? Mama. Een visje. Mama. De haai. Baby shark, baby shark. Je kan helemaal zelf kiezen of dat je dat met een spuitzak mooi wilt verdelen of gewoon zo wilt uitspreiden zoals ik. Doe dat gewoon met zo'n een spateltje. Pas op, beschap niet de kroon in de taart alsjeblieft. En dan verdeel ik het gewoon een klein beetje. Dat mag voor mij er zeker homemade uitzien. Wil je meekijken naar de taart? Is het taart? Mama? Ja. Ga je meekijken? Is het een leuke dag op de crash? Nee, niet met je vinger. Ja, lekker hè? Maar niet met je vinger erin hè? Voilà, is dat goed? De taart is helemaal klaar. Die ga ik nu gewoon nog vannacht in de koelkast zetten. En dan kunnen wij daar lekker van smullen. De koelkast is daar inderdaad. Dat concludeert ook Fien's tweede verjaardagsvideo. Ik vond het alleszins super leuk om hem te maken en om ook dit weer met jullie te doen. Hij heeft honger, dus ik ga de video afsluiten. Alleszins heel erg bedankt voor alle lieve felicitaties. En ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe video.